En toen kwamen we op het idee van, nou, als wij niet naar de schelvis, als de schelvissen niet naar de mensen kunnen komen, dan proberen we via een stik bij hun te komen. Dus we hebben een concertje gemaakt, op een stik gezet, mooi bijgewerkt door A-visie, met wat leuke beelden en gedichten erbij. En dat bieden we nou aan, ik geloof 25 instellingen in Almelo en omgeving. Normaal gesproken konden wij zingen. Op de plaat, bij jullie in de huizen, dat gaat nu niet. Hebben we bedacht om een concert te zetten op een USB-stick. Zodat toch alle bewoners kunnen genieten van een beetje muziek. Want dat doet het vaak wel heel goed bij de kerst. En dat willen we nu graag overhandigen. Hè? Namens de Vissersvrouw voor de Stelvis. Vissersvrouwenkoor de Schelvis. Erg verrast. Betekent dat je met die USB-stick de bewoners hier van de Titus Brandsmanhof kunt vermaken met de liederen van de Schelvissen straks met de kerst? Absoluut. En daar zullen ze absoluut van genieten. Het is dit jaar niet mogelijk om met de hele koor hier in de Titus Brandsmanhof te zingen vanwege de corona. Maar dit is natuurlijk een fantastische oplossing. Zeker. Dit is een heel mooi alternatief. Het is natuurlijk heel erg vervelend voor onze bewoners, maar we doen er alles aan om hun in deze donkere dagen naar hun zin te maken. En dan, als je zo'n geschenk krijgt, nou ja, dan helpt dat. We hebben natuurlijk een stick en dat gaan we natuurlijk hier zo aanbieden. Er zijn mooie vaccinelichtjes gemaakt, een beetje sfeer te proeven en een mooi pakketje gemaakt en dat hebben we vandaag aangeboden. Aan al die bewoners die straks wellicht de eerste en de tweede kerstdag toch in een klein beetje eenzaamheid hier in dit tehuis zitten. Jullie hadden, en een lichtje in de duisternis. Jullie hadden natuurlijk al een aantal kerstoptredens gepland dit jaar, maar daar gaat niks van door. Nee, helaas kon daar niks van doorgaan. En toen hebben we nog geprobeerd op een andere manier iets te kunnen betekenen voor de mensen, maar in kleine groepjes, maar ook dat mocht niet doorgaan. En toen kwam het goede idee om dan toch, als we zelf niet kunnen gaan, het op een stick te zetten en dat de mensen toch kunnen genieten van een concert.